Wow, wacht. Nee! Hey guys, het is dinsdag en dus is het tijd voor proefwerk. Dat kwam echt raar in mijn mond. Proefwerk. Voor de verandering zit ik vandaag een keertje op onze slaapkamer. En we gaan vandaag geen dingen eten. We gaan het ietsje anders doen. We gaan namelijk vandaag dingen drinken. Ik heb een hele tas vol gekke drankjes uit de supermarkt. En als ik een hele tas vol zeg, dan bedoel ik ook echt een hele tas vol. Het is superveel, dus we gaan snel beginnen. En ik ga gewoon blind iets pakken. Oeh. Oké, het allereerste wat ik hier pak is Snapple. En dit komt oorspronkelijk niet uit Nederland. Dit is volgens mij een Amerikaans merk. Maar het is dus wel bij de Nederlandse supermarkt te koop. Vaak heb je bij supermarkten, sowieso bij Albert Heijn en Jumbo, zo'n Amerikaans schap. En dan heb je daar zo allemaal dingen uit Amerika staan. Altijd als ik er langs loop denk ik, oh, ik wil er iets van kopen. Maar ik hou me heel vaak in. Maar vandaag had ik een excuus. Dus dit is Snap Tea. En het is in de smaak Sweet Tea. En ik weet niet helemaal wat het betekent. Want het betekent letterlijk gewoon een zoete thee. Maar dat zou dus betekenen dat het geen smaak heeft. Maar gewoon naar zoete thee smaakt. Nou ja, we gaan erachter komen. Oeh. Oh. Ruikt wel sterk. Wow. Hele vreemde smaak. Het voelt ook heel zacht aan in mijn mond. Ik weet dat dit echt belachelijk klinkt. Maar als je een slokje neemt, dan voelt het echt zo zacht op je tong. Soms heb je dat, toch? Of ben ik hier de enige? Waarschijnlijk, ja. Nee, je bent nooit de enige. Ik weet niet wat ik ervan vind. Zeg maar, mijn moeder is echt een super grote telefebber. Die zou dit niet boeiend vinden. Oké, en nu ga ik hem heel voorzichtig op de grond zetten. Hopen dat ik straks niks omgooi. Want ik zit hier straks natuurlijk met allemaal open blikjes en flesjes en allemaal vloeibaar. En als je mij ook een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg goed ben in een rommetje maken. Dus duim even met me mee of cross your fingers om gewoon ervoor te zorgen dat ik geen puinzooi maak van deze proefwerk. Next! Deze. Oh yes! Ik weet waarom ik deze heb gekocht. Namelijk de kleur. Oh. Redelijk fancy drankje als je het mij vraagt. Dit ziet er echt super tof uit. Ik vroeg me eerst af of het geen alcohol was, maar dat is het dus niet. Het is echt gewoon frisdrank. Echt mooie knalroze kleur. Het is van het merk Bundaberg. Bundaberg. En de smaak is pink grapefruit. Ik ben geen grote grapefruit fan, dus eigenlijk kan ik al voorspellen dat ik het niet lekker ga vinden. Maar kijk nou, ik moest dit gewoon kopen. Dit ziet er toch leuk uit. Hoe werkt dit? Wow. Wow. Kijk hoe fancy. Ik zit hier gewoon op mijn bed. Met hele plakkerige zoete frisdrank. Dit moest gewoon fout gaan. Ruikt lekkerder dan verwacht. Maar ik zou dit gewoon al neerzetten in mijn huis als decoratie. Hoe tof. Hey, dit is echt veel beter dan verwacht. Oké, dus je weet grapefruit. Grapefruit is echt zo'n hele bittere vrucht en ik hou niet zo van bitter. Dus dat is vaak waarom ik hem vermijd. Maar ik vind het helemaal niet zo heel bitter. Kom waarschijnlijk omdat er een kilo suiker bij hebben gegooid. Echt super onverwacht. Lekker man. Wow. Het is dat ik verder moet. Anders zou ik dit gewoon even op mijn gemakje gaan opdrinken. En de volgende. Deze. Oh ja. Wat is dit? Ik zag dit staan in de winkel en dit heet dus Fanta Mezzo. En dit is dus Fanta en cola door elkaar. Ik weet niet wie dit heeft bedacht en of het nodig was. Maar daar gaan we nu achter komen. Ik heb ooit in mijn leven Red Bull cola op. Door elkaar heen, gewoon al in een blikje. Dat was echt super smerig. Maar misschien is dit wel heel lekker. Oh, de euforie. Ik vind dus blikjes openen zo lekker, gewoon dat geluid. En nu, door deze video, mag ik het vandaag iets van 12 keer doen. Op één dag. Oh. Fanta en cola gemixt. We gaan erachter komen of het lekker is. Dit is... Ik snap niet wat ik proef. Mijn hersenen zijn niet aan het vastleggen wat nu binnenkomt op mijn smaakpapillen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen grote cola liefhebber. En ook eigenlijk geen grote Fanta liefhebber. Zo, lekkere video dit, Teske. Maar deze combinatie is gewoon heel vreemd. Echt een hele vreemde combinatie. Maar als je me zou vertellen dat dit een nieuw drankje was wat op de markt zou komen. Dus helemaal dat Fanta cola verhaal buiten gewoon beschouwing zou laten. Dan zou ik je zo geloven. Ik vind het helemaal niet naar Fanta of cola smaken. Oh nee. Ik weet dat ik dit zelf heb gekocht. Deze video lijkt echt alsof ik niks lekker vind. Dat is het niet. Maar ik wilde ook gewoon wat dingen kopen waarvan ik weet dat ik het smerig ga vinden. Maar toch dat ik er stiekem ook benieuwd naar was. Kijk, ik wil gewoon alles voor jullie testen. Ook al vind ik het niet lekker, wil ik toch alle bijzondere dingen aan jullie laten zien. Dit is Fernandez. En waarschijnlijk ken je deze kleur niet, want dit is namelijk sparkling coco. En over het algemeen verkopen ze deze niet in Nederland. Hij stond namelijk ook bij het buitenlandse schap in de supermarkt. En het is dus kokosmaak. En als er iets is in deze wereld waar ik van walg, dan is het kokos. Dus dit wordt uitermate plezierig. Ik weet het nu al. Oeh, ik durf er bijna niet aan te ruiken. Oh, het is niet zo erg. Oh, ik doe dit voor jullie. Dat je dat even weet. Ik doe dit gewoon helemaal voor jullie. Misschien vind ik het opeens wel lekker. Wie weet. Ik denk het niet. We houden alle opties open. Ik wil graag doorgaan met praten zodat ik hier geen slok van hoef te nemen. Oh, oké. Oké. Hey, weet je wat ik net zei? Misschien vind ik het wel lekker. Ik zou niet zeggen dat ik het lekker vind. Maar het is niet smerig, in ieder geval. Ik denk, als je houdt van kokos en ook houdt van zoete dingen, dan is dit echt je shit. Dan moet je dit drinken op het strand met een rietje en een zonnebril op. En dan is echt je dag perfect. Next. En dat is deze. Oh, ik ben vergeten wat dit is. Dit is een blikje met bar erop. Dat is het merk. En het heet Charlie's. Dus het zal wel smaken naar kersen. En volgens mij is het een Amerikaanse frisdrank. Ik hou van kersen, dus ik zie dit erg positief in. Oh, ik ga echt goed op dit openen van blikjes. Oeh. Oh, dit ruikt nu al goed. Mm. Dit is echt top. Ik ga hier geen eens over praten. Het ruikt lekker naar kers. Ik ga er een stokje van nemen. Oh. Kijk, oké. Mijn favoriete frisdrank is cassis. Cassis is mijn favoriete frisdrank omdat het is gemaakt van ja, blauwe bessen, bosvruchten. Wat is het eigenlijk? Maar dat komt dus het meest in de buurt bij kers. Want eigenlijk zijn frisdrankjes met kersensmaak mijn favoriet. Maar die heb je bijna niet in Nederland. Dus dit is even een geluksmomentje voor me. Echt top! Ik moet verder, maar ik zie je straks, oké? En dan nu dit. Ik weet wat je denkt. Wat is dit, Tesco? Want waarschijnlijk kan je het niet zien van zo ver af. Hier staat Olaf de sneeuwpop. En hier staat Elsa. Want dit is namelijk een Frozen drankje. Of eigenlijk is het natuurlijk gewoon een drankje waar ze Frozen merchandising overheen hebben geplakt. Zodat kinderen het sneller willen van hun ouders. En ouders ertoe gedwongen worden om het te kopen. Omdat hun kinderen anders gaan janken in het gangpad van de supermarkt. Maar ik moet zeggen, ze hebben er iets leuks van gemaakt. Want er zit namelijk een speeltje bij. Ik weet niet hoe ik daar kom. Dan moet ik waarschijnlijk dat hele flesje kapot gaan trekken. En dat vind ik zonde. Dus even voor het idee ga ik nu eerst even een slokje nemen. En dan ga ik het helemaal kapot maken. Zodat ik bij het eitje kan. Er staat hierop dat het water is. Daar geloof ik helemaal geen ene flikker van. Want het is met aardbeiensmaak en suiker. En zoetstoffen. Dus ja, ik weet niet. De conclusie is, geef dit gewoon niet aan je kind. Please, geef je kinderen geen frisdrank. Godverdamme. Dit is echt vies. Dit is precies wat ik me had voorgesteld. Dit is zo water. Waar ze zo'n klein beetje zo'n aardbeienslaakje aan hebben gegeven. Zo poep poep. Ik weet niet wat poep 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 is, maar dat is hoe ik het me voorstel. Dit is niet hoe water smaakt en dit is niet hoe aardbeien smaken. Oh. Oké, nu wil ik dat ei. Als het geen leuk speeltje is, dan ben ik boos. Jeetje, hoe moeilijk willen ze deze kinderen maken? Oeh, zo, ik ben allemaal boeren aan het laten. Excusez-moi. Oh my god. Oké, dit maakt natuurlijk alles goed. Hey. Ik dacht dat hier zo'n mini action figure in zou zitten. Dus we hebben een Elsa telefoonhanger, een Anna sticker en wait for it, the best part is coming, I got a ring. Dit is een ring met het silhouet van Anna erop. Ik moet zeggen, dit vind ik wel tof bedacht. Ik wilde gelijk heel verwend gaan reageren en zeggen van, wat een rot speeltje is. Maar dit vind ik erg leuk, behalve dat ik hem niet over mijn vinger heen krijg. Ja, maar oh, hij past wel in pink. Taking pictures with all my eyes. Next. Oh, wow. Dat was groot. Oh ja, dit heb ik dus gekocht. Maza, dat is het merk. Het is guava sap. What the fuck is guava? Misschien ligt het aan mij, maar ik heb echt geen idee wat guava is. Ik heb het nog nooit gegeten, ik heb het nog nooit gezien. En ik ga vandaag wel het sap drinken, dus dat wordt erg spannend. Goed schudden natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het gevoel dat het heel lekker gaat zijn. Ik hou al van tropische dingen. Wow. Wow, ruikt super bijzonder. Mm. Soms denk ik wel van wow. Ik kom wel echt lunatic over in deze video's. Ik hou gewoon erg van verschillende smaken en geuren en kleuren en ervaringen, jongens. Ik word hier gewoon heel enthousiast van. En gelukkig jullie ook. Ik heb echt een serie gevonden die zowel ik als jullie echt top vinden. Ik weet niet zeg maar wat er mee naar binnen kwam, maar het was een beetje poederig en een beetje... Het waren allemaal korreltjes die mee mijn mond ingingen. Ik weet niet of dat de bedoeling was of dat het gewoon niet de bedoeling was. En dat ik nu iets heel erg smerigs heb opgedronken. Ik heb niet echt kunnen proeven. Oké, nog een keer. Oké, dus de korreltjes zaten er nu weer. Dus blijkbaar hoort het zo. Het is gewoon een beetje troebel. Gewoon een beetje troebel. Ik vind het een hele vreemde smaak. Waarschijnlijk omdat ik het niet ken. Ik kan het moeilijk ergens in een categorie plaatsen. Ik vind het wel lekker. Dit is weer zoiets van wat ik net zei, dat het zo heel zacht voelt in je mond. Echt zo. Het is ook gelijk weg. Gewoon super zacht zo. Een slokje guava sap. Interesting. Ik weet niet of ik dit nog een keer zou kopen. Dan ga ik toch liever voor lychee of voor ananas of iets anders tropisch. Wel heel leuk om een keertje te proberen. Next. Oeh, over ananas gesproken. Dit is weer de bar frisdrank van de kersenfrisdrank die ik net zo lekker vond. Hopelijk is deze net zo lekker. Ik hou namelijk ook heel erg van ananas. Ik zou eigenlijk zelfs wel zeggen ananas, kers en perzik. Dat zijn denk ik mijn favoriete fruitsoorten. Dus alsjeblieft, stel me niet teleur. Wow. Ja, het ruikt wel echt naar suiker, gewoon pure suiker eigenlijk. Maar daarom waarschijnlijk testen lekkerder. Oh, Mert, ik schrik van je. Heeft iemand mijn baard gezien? Je baard geschoren. Ja, voor een nieuwe video. Ananas frisdrank, here we go. Hey, wow! Ik dacht dat ik het goed proefde en toen slikte ik het door en toen kwam het nog even extra binnen. Ik wou zeggen, dit smaakt zeg maar naar de ananas smaak bij Fernandez. Maar dit is nog echt veel lekkerder. Wow. Ik ben echt niet ontevreden met hoe dit smaakt allemaal. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Het is gewoon heel lekker. Als je dit vindt in je supermarkt, koop het dan. Tipje van Teske. En trek er nou ook een gele trui bij aan. Staat heel leuk bij elkaar. En dan hier. Ik wachtte op de dag, op het moment dat deze zou komen. Niet met smart, met een soort van afgrijzen heb ik hierop gewacht. Dit is een Bounty drankje. Bounty is natuurlijk met kokos, dus dit wordt een feest. Al vind ik het ook wel weer spannend. Ik vind het wel ook wel veelbelovend klinken, want het is ook chocola. Ik ben zoveel frisdrank aan het drinken en nu moet ik allemaal boeren laten de hele tijd. Oeh. Oeh. Ruikt best lekker. Oh, ik hoop zo dat dit lekker is. Ook al hou ik niet van kokos. Ik heb er best wel goede hoop op. Heb je het geschud? Ja, toch? Heb ik hem geschud? Ja, ik vind het spannend. Doe het, doe het, doe het. Nee! Nee! Vind je hem vies? Vind je hem vies? Mag ik ruiken? Ik heb geen baard meer, jongens. Vind je hem vies? Oh, het is erg vies. Ah, jammer. Jammer, ik hield ook niet van kokos vroeger, maar nu wel. Ik ben een kokosmonster. Echt troep dit, jongens, niet kopen. Ik heb de Mars varianten wel eens geproefd en die was oké. Maar dit is echt, ik proef geen chocola. Het is echt zo van, ongeveer een kilometer verderop is een beetje chocola. En dan is het vooral zo, bam, heel veel kokos in your face. Het ene laatste drankje is Charlie's Natural Soda in de smaak blackcurrant, acai en mint. Klinkt erg fancy, is echt zo'n hipster drankje. Sorry voor de verandering in licht de hele tijd, trouwens. De zon komt en dan gaat hij weer. En dan komt hij weer. En dan gaat hij weer. En hij doet alsof het een beetje zomer is, maar ik geloof er helemaal niks van. Het is helemaal geen zomer. Gewoon grijs buiten. What the fuck. Oké. Wow. Ruikt lekker, man. Oh. Ja, bosbessen. Ik ben er dol op, dus dit gaat vast goed komen. Wow. Oké, ik proef weer gelijk een verschil. En dat is dat hier niet ongeveer 20 kilo suiker in zit per slok. Dat is een positief ding natuurlijk, maar ik moet hier even aan wennen aangezien ik net zeg maar allemaal frisdrank met diabetes erin heb opgedronken. Dus als ik eventjes er voorbij kijk dat hier niet zoveel suiker in zit, is dit hartstikke lekker. Maar het is echt een hele grote omslag. Vooral die mint is echt lekker aan het einde. Zo, je neemt een slokje en het smaakt het een beetje als cassis, maar dan met minder suiker. En dan heb je zo'n heel klein beetje zo'n mint die zo naar boven komt aan het einde. Net voordat het zo je maag bereikt. Wist je dat je voedsel er echt maar iets van 7 seconden over doet om van je mond naar je maag te gaan? Ik dacht echt dat dat echt een dag kon duren. Als ik heel eerlijk ben, is dit waarschijnlijk het drankje met de meeste smaak van deze hele fucking proefwerk. Hier proef ik echt gewoon mint en ik proef echt bosvruchten. In plaats van dat ik suiker proef met een chemisch bosvruchten smaakje. Dus dit is een goede aanrader. Oké, en dan nu. Ik heb jullie dit nog niet verteld, maar dit gaat echt fantastisch worden. Alle drankjes uit de tas zijn op, maar psych! Ik had nog iets anders liggen. In en uitademen, Teske. Ik word even heel enthousiast. Ik vond dit in de uitverkoopbak. Ik snap niet waarom het in de uitverkoopbak ligt. Ik hoop dat het lekker is. Waarschijnlijk niet. Als we het uit het assortiment gaan halen. Maar dat terzijde. Dit is een Oreo drankje. Oeh. Dit is dus een soort van, ik weet niet eigenlijk, is het koffie? Is het warme chocolademelk? Het is in ieder geval iets wat je bij melk moet doen. Ik heb het nog helemaal niet opengemaakt, want ik wilde het graag in deze video doen. Maar ik heb dit al een paar weken in huis liggen. Dus je kan begrijpen waarom dit enthousiasme zich heeft opgebouwd tot een climax nu. Warme drank met de smaak van Oreo koekjes. Dat staat op de achterkant, ik vind het prachtig. Ik heb al veel te lang gewacht. Wow, wacht. Nee! Nee. Nee, ik ga echt huilen. Jongens en meisjes, ik kan dit niet maken nu. Dit zijn namelijk cupjes voor een koffiezetapparaat. Die ik niet heb. Of kan het in een Senseo? Wacht, ik heb nog even hoop. Oh nee! Ik was zo enthousiast. Wacht even. Ik ga even googlen, ik ben echt verdrietig nu. Ik had dus echt het gevoel dat het poeder zou zijn. Waar ik gewoon warme melk bij moest gooien, roeren en klaar. Oké, dus maar kan ik niet gewoon dit openmaken en dan gewoon alsnog met melk maken? Fuck the rules. Waarom zouden we zo'n machine nodig hebben? Ik heb hier een schaar liggen. Ik kan dit. Wow. Wow. Zo, dit is lekker. Oh mijn god. Ja man, ik kan hier gewoon Dit kan ik gewoon bij mijn melk gooien, toch? Ik vind dat dit kan. Hier zit melk in. We gaan het helemaal... Dit gaat me gewoon fixen. Dit komt gewoon goed. Ik ga nu naar mijn keuken. Ik ben zo terug met het eindresultaat. Het wordt vast prachtig. Gewoon even improviseren. Serieus, ik sluit deze proefwerk niet af voordat ik een Oreo drankje heb gedronken. Oké, I'm back. Ik kan het niet goed zien, maar dit is het drankje. Het hoort natuurlijk vet fancy te zijn met een schuimlaag erop en alles. Maar ja, dat lukt me niet zonder apparaat. Ik hoop dat ik de goede hoeveelheid water erbij heb gegooid. Het was sowieso al anticlimax dat het niet gewoon poeder was. Maar goed, ik had met mijn stomme kop gewoon op de verpakking moeten kijken. Here we go. Oké, dus ik kan me voorstellen dat het dit lekker is als het uit zo'n apparaat komt. Omdat het dan gestoomde, geschuimde melk is. Maar voor nu is het vooral heel erg raar. Het is echt heel vreemd. Maar goed, ik ben wel blij dat ik het nog heb geprobeerd. Dat ik niet gewoon heb gedacht, oh, het kan niet. Hop, weg ermee. Maar nu heb ik wel gewoon gelijk een goed idee voor wat ik wil weggeven. Want ik had nog niks extra's gekocht. Heb jij een Tassimo koffiezetapparaat thuis? Of een Tassimo apparaat? Dat is dus dit merk. Laat het me dan weten, want dan krijg je al mijn extra cups opgestuurd. Hier kan ik natuurlijk niks mee, want ik heb dit apparaat niet. Dus het zou zonde zijn als ik nu ga weggooien. Dus dat ga ik ook niet doen. Het gaat naar een van jullie toe, maar dan moet je dus wel zo'n apparaat thuis hebben. Dus laat het even weten in de comments als je dat hebt en als je het wil winnen. En dan is dat de winactie voor deze keer. Als je wil winnen, like dan ook even de video en abonneer op mijn kanaal. Dat vind ik echt super nice. En op die manier kan ik ook veel meer van dit soort video's blijven maken. Nou, het was een lange rit. Dit waren echt zoveel drankjes. Dit waren alle gekste frisdranken en drankjes uit de supermarkt. Mocht je een suggestie hebben van wat ik een andere keer kan proeven, laat het dan vooral achter in de comments. En dan voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Heel erg veel hartjes. En tot snel. Bye bye.